Vandaag wordt dus die grote partij cocaïne die is onderschept op de Sjoerzet van vernietigd. Zoals u ziet is vernietiging van in beslag genomen drugs. Okay. Gaat het alleen om die drugs? Het is van de laatste partij en ook van eerdere partijen. Het is efficiënt om alles in één keer te verbranden. Het is in elk geval meer dan 2200 kilo. Het is meer dan dat, want het is meer dan wat in beslag is genomen bij de laatste partij. En ook nog wat er eerder in beslag was genomen. Als iedereen ready is, dan kunnen we. Want de begeleiding van mijn collega hier is aan de Astro. Is een pregnancy test. Als het blauw wordt, is het druk. Ja, positief. Oké, next. Waar zijn we precies? We zijn nu op Kraka, is een van de locaties van de politie. Waarom wordt het altijd gekozen voor zulke plaatsen? Ja, kijk, vanwege de manier waarop de drugs vernietigd wordt, hou ik een beetje rekening met de buurt. Hier is nogal dun bewoond, waardoor mensen geen last zullen hebben van dus de rook die we straks gaan zien, ontwikkeld zullen zien worden, nadat wij dus alles in de fik hebben gestoken, om het zo te zeggen. Wie van de pers wil even willekeurig aanwijzen wat er kan om meneer Cairo aan u erin? Mag het weer omlaag worden gebracht? Jullie hebben journalisten ook laten aanwijzen welke pakjes onderzocht moeten worden door het team? Nou, het is gewoon gedaan in de kader van transparantie. Steekproeven worden sowieso genomen. Voor alle pakken zijn bij de politie steekproeven genomen en afgestaan. Hier is het gewoon om aan te geven. Een steekproef dat er inderdaad die in beslag genomen partij vernietigd wordt. Is het gebruikelijk dat de drugs nu al vernietigd wordt terwijl het onderzoek nog gaande is? In beslagname is altijd ten behoeve van strafvordering. Op het moment dat er geen strafvorderlijk belang meer is, dan kan je zeker in dit geval overgaan tot vernietiging. Het is een schadelijke stof voor de mens en voor de gezondheid. Dus het is verantwoord om hem zo gauw mogelijk te vernietigen. Zolang je het hebt, moet je heel wat extra maatregelen treffen, veiligheidsmaatregelen treffen. Omdat het gaat om veel geld, hè, die zo'n partij vertegenwoordigt. Mensen gaan de pers, hebben jullie gezien dat het leeg is? En je wil voorkomen dus dat criminelen of criminele organisaties ideeën krijgen om misschien te proberen de zaak weer te komen halen bij de politie. Dus vandaar dat we heel snel voor niet te gaan. Maar we treffen wel maatregelen dat alvorens de drugs wordt vernietigd, er monsters worden getrokken uit elke pak, die dan worden opgestuurd naar de staatsgeekundige. En we hebben ook backup voor het geval dat nodig zou zijn. Want daar staat dit nu vol. Maak aan met die kant, dat doe je het op andere plaatsen. Ja,